Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Wij staan op locatie. We zijn net terug van een tuincentrum. Tuincentrum waar we vorig jaar Duits categorie 1 vuurwerk konden kopen. En daar hebben we leuke dingen gehaald. Maar allereerst heb ik wat van een sponsor van ons. Namelijk van Your Pyro. En als je het aan mij vraagt, vind ik Your Pyro een van de beste aanstekerwinkels van Nederland. En België eigenlijk, toch? Want ze verkopen ook viscolont. En dat is erg handig voor oud en nieuw. Is gewoon legaal via de post te verkrijgen. Dus daar hebben we een aantal van. Moet je kijken hoeveel er van hebben. Gek. En daar heb je die webshop eigenlijk ook echt voor. Goede aanstekers. Moet je kijken hoeveel we er hebben. Ja. Even kijken. SO naar Your Pyro. Moet je kijken wat voor dingen we hebben hier. Deze? Ik heb een relaybrander. Deze ik zometeen, is het beste. Zo meteen even mijn cakey mee. Dit is een vierpits. Ja, deze is goed. Dit is de beste. Ja man. Dus jongens, als jullie wat willen bestellen bij Your Pyro, dan zou ik het doen met de kortingscode die hier staat. Krijgen jullie korting, heb ik even voor jullie gefixt. Ze verzenden gelijk dezelfde dag nog, heb je het morgen al in huis. En ik weet dat bij dit soort webshops, richting oud en nieuw, is het altijd uitverkocht. Kijken. Ja, echt goeie man. Dit zijn de beste, hè? Ik zweer het je. Ja, SO naar Your Pyro jongens voor het opsturen van dit pakket. Even naar het tuincentrum jongens, daar worden de oliebollen verkocht. Des gaat even naar binnen. Nou, jullie zien het jongens, alles al in de kerstsfeer. Hoe ziek is dat? Dan zie je dat oud en nieuw er echt weer aan zit te komen. Ja, maar ga er eens in zitten dan Des. Gaat ie hoor. Hey, moet je kijken, Jordi hier gek. Kerstboompjes. Maar wij komen hier niet voor man. We komen voor het vuurwerk. Ik associeer kerst met oud en nieuw. Daarom vind ik het wel lauw, anders zou ik het niet zo heel lauw vinden. Maar... Het lijkt wel, hoe heet dat? Intratuin, man. Zoveel hier. Nou, waar is dat vuurwerk? Vorig jaar waren we hier ook. En toen verkochten ze Duits vuurwerk. Dat doen ze nu nog steeds. Van Weco. Die hadden we toen getest, maar die scheen niet heel, die waren niet eens heel goed, hè? Ja, wel echt voor kinderen, hoor. Toen waren we verbaasd over het feit dat er geen Nederlandse tekst op stond. Nu hebben ze hier zo'n stickertje overheen geplakt. Waar wel een Nederlandse tekst op staat. Ja, dan mag het. Ja, maar als wij dit stickertje op... Dingen in Duitsland plakken is dan ook weer goed. Ja. Veel van Leslie hier. Hier de banga's. Alleen maar hele flitsen. Trekkling bankers. Oh ja. 30 stuks, 3,50. Wat staat daar links? Maar die hadden we vorig jaar wel. En deze hadden we daar ook man vorig jaar. Zo, goede verpakking man. Ja, Leslie kwaliteit. Ja. Hier zo knetterlinten, die gaan we ook even doen op locatie zo meteen. Juist. Even uitproberen. Gaan we hier even mee naartoe? Dit pakket vind ik op zich wel interessant, maar de prijs alleen niet. Ik heb deze nog nooit gehad, maar 20 euro voor zo'n pakket. Laat ik hem liever staan. Ja, echt hè? 99 cent, dat is wel leuk. Beetje Big Bazaar tijden hè? Dit. Precies, precies. Die, hoe heet die ook weer? Combi assortie ofzo. Ja, precies. Nou, we hebben net al laten zien, je hebt hier dus ook Duits vuurwerk met een Nederlandse dingenschop. Volgens mij was het hier zo. Ja, we hebben nog aan de andere kant hè? Hier heb je de Bengaal voor je. Toppetjes. En dit vind ik echt het beste vuurwerk van Funke natuurlijk. Alleen zijn deze, ja, dachten we van we willen nu gewoon even wat nieuw vuurwerk uitproberen wat we nog niet hebben gehad. Ja. En het zijn altijd wel een beetje van die rare dingen die we nergens zien. Ja. Dat zijn knetterlinten. Oh, bruh. Happiness 1,50 is ook wel weer. De prijzen verschillen die heel erg, man. Ja. Vond jou dat ook op? Ja, man. En raar. Air Screamers, weet ik veel wat. We gaan zomaar gewoon even wat kopen hier zo. Deze was vorig jaar, weet je nog? Maak ze open dan. Oh ja, deze. Hier. Vlindertjes. Hier, lijken op broodbommetjes, deze. Ja. Echt leuk. What the fuck? Ja, maar ook dat het zo makkelijk open gaat. Ja joh. Nou, dat doen we weer snel dicht, anders moeten we hem betalen. Hier, piekelootjes. Nou, dat is allemaal heel erg vertrouwd kat 1 vuur, hè. Hier, luchthuilers. Alleen jammer dat ze de Funke luchthuilers niet meer hebben. Ja. Maar ik heb gehoord van de vuurwerkbunker, jullie kennen ze allemaal, dat Funke luchthuilers helemaal niet meer verkocht gaan worden. Omdat ze dus zijn afgekeurd. Dus ook niet in Nederland gaan ze meer komen. En mochten jullie toch nog wel tegenkomen, hebben jullie geluk, dan zal het waarschijnlijk iets van vorig jaar nog zijn wat over is gebleven. Ja man. Hier, deze. Ja, daarom gaan we die ook halen. Want ik wil even uitproberen of dit echt hetzelfde kwaliteit is als de Aldi. Hoe duur is die? 13 euro. Ja, die neem ik wel man. Ik wil het gewoon even testen. Ja, zijn deze even goed als het pakketje van de Aldi, ja of nee? Heb je nog deze? Lijkt er ook op. Inderdaad.
Ja, en dit pakket was ook goed vorig jaar, kan ik me herinneren, man. Gewoon 4 euro. Het verschilt hier zo erg. Oh ja, toortjes, man. Hebben we ook gehad, hè? Ja, man. Ja, jongens, we hebben dit onder andere aan Des de Eer. Waar moeten we mee beginnen? Van Happiness. Happinessie? Ja, ja. Nou, als dat die van vroeger waren, jongen. Ja, dat waren ze nog maar, kijk. Precies, ja. Kijk, maar qua formaat is dat niet een... Happiness, kijk. Daar word ik niet zo blij van. Met de goede aansteker van Joe Pirates. Zo, kijk hoe snel die aan is geleken. Zie. Nou, ben benieuwd. Er hoort eigenlijk nog een killetje te komen. Ja, maar ik zeg je, dit zijn geen echte happinessjes. Dus daar ben ik niet zo blij mee. Nou, dan gaan we er even naast een paar naast elkaar zetten. Allemaal een aangekleurd. Zo. Ja, de gast, dan steek je er 2 van de 3 aan. Hij blijft wel binnen die meter, hè? Mooi uitzicht hier, zo. Ja, ik zei het nog. Zo. Mooi. En heb je nog meer dan? En we hebben hier geel airscreamers. Die hebben volgens mij hele lange schot. Luchtgillers. Oh ja, nou ja, dat zijn die niet van Funke. Zoals ik net al in de video heb gezegd, jongens. Helaas, de Funke luchthuilers zijn niet meer te verkrijgen. Nee. Maar ik denk dat dit gewoon die standaard luchthuilers zijn, ja, die we kennen. Alleen omlabeling, man. Ander pakketje. Precies, gewoon die van je Leslie. Je pleur even een hele pakketje op de grond. Ja, even een heel pakketje tegelijk. Hier, wacht even dan. Voor de geelfluiters. Even openmaken voor mij, man. Zo, kijk, die is groot, jongens. Wacht. Zo, die is echt groot. Hoe dan? Ja, dat... Zo! Zo! Goh, zwaar! Let op! Die aanstikker is ook goed, jongen. Nou, Your Pyro heeft wel echt goede aanstikkers, jongens. Ja, maar dit hebben ze al 5. En dat viscolon doen we ook zo even. Die rook blijft goed hangen hier, man. Zo, dat is wel ziek hoor. Ja, een beetje met schemer. We hadden natuurlijk, zoals jullie net hebben kunnen zien in de video, die knetterlint gezien daar zo. Ze lijken echt op die van de Aldi, hè? Ja, echt precies. Zo. Nee, korter, man. Ja, gast. Ja, ik dacht misschien hetzelfde, toch? Wel even kijken of die kwaliteit goed is. Los. Ja, minder, man. Ja, ze zijn buiten de meter. Zo, maar die rook blijft hangen, goos. Ziek, kijk dan. Ja, man. Kom eens. Gaan we heel dat ding doen. Hier, kom eens. Goos, niet zo toch. Oei, oh, zo gaat, zonde, man. Maar alles gaat, kijk maar. Je hebt gewoon een heel pakketje erbij. Er zitten nog een paar in, hè. Lekker. Zeg dat wel gek? Kijk dan. We hebben dus even dat stukje visco. Is ook lach om in één keer te doen. Ja, ik zou hem wel even... Maar ik vind zelf dat het heel erg zonde is. Dus ik raad het jullie niet aan om dit te doen. Ja. Het is echt voor projecten en het veiliger maken van vuurwerk. Maar wij doen het even om jullie te laten zien. Wat doe jij? Ah. Zo! Zo, die rook ook. Jullie zien het, mooi lont. De rest gaan we bewaren, dat zeker. Oh, pilly crackers. En dat geven ze dan een andere naam. Desley heeft er even een lekker stukje lont afgehaald. We hebben een lekkere lange lont nu. Ja. Zeker. Rook in de verte blijft nog hangen. Zo. Lontje erbij. Een eigen gemaakt bommetje. Zo, zag je dat? Ik zag het niet. Stukje lont. Nog een geel fluiter erbij. Nog een geel fluiter. Oké. Okay. Het volgende zijn de crackling crackers.
Nou, hier ben ik ook benieuwd naar, want zo te zien is alles gewoon hetzelfde als dat we al kennen. Ja, een soort kortsluiters ook in één keer doen. Ja, eerst even eentje doen. Eerst even eentje om te testen. En daarna kan het wel in één keer, man. Lekker sfeertje trouwens, hier met schemer. Niet erg slecht. Ja, te doen. En dan is het eigenlijk tijd om deze gewoon in één keer te doen. Zo. Lekker gedaan, man. Ik ben ook benieuwd naar dit pakket. Ik heb het al gezegd net in die winkel. Want het is een soort van pakket van de Aldi. Ja. Daar doet hij me aan denken. Ook vanwege het assortiment wat erin zit, hè. Drie verschillende soorten, hetzelfde formaat. Precies. Alleen ja, ander label, hè. Maar ja, of het echt een beetje vergelijkbaar is, dat gaan we zo zien. Ze hebben allemaal van die assortimentfonteinen erin zitten. Ja. Even kijken, welke hebben we dan? Krekelfontein, die en groene. Dit is dus... dit soort fonteintjes in ieder geval. Wat is even een klein kutmondje dan, joh. En wellicht... zijn deze even goed als die van de Aldi? Ik zet ze wel even zo neer. Yes? Zou ik deze doen? Ja, doe jij die maar. Oké. Okay. Ja. Ben benieuwd. Ja. Die heb je net gezegd. Is dit zo? Ze doen me wel een beetje denken, maar eerder aan die bash van vorig jaar van de Aldi. Deze, vooral deze, hè? Ja. Ja. Ja, man. We vonden dat echt troep wat er toen vanaf kwam. Nog eentje dan. Maar ze noemen dit krekkelfontein. En dan ja. Komt er geen krekkel vanaf. Toch? Ja, man. Wat zijn dit? Zeker. Ja, dit komt ook uit mijn fornuis. Ja. Kutvoetjes. Zou er een fontein bij zitten met krekkeling echt? Top fountain. Oh, die had je net al gedaan. Even deze, jongens. Wat is dit dan? Topfountain? Ja, die had je net ook al gedaan, hoor, maar... Zo. Oké, die is wel... Zeg tegelijk. Alsof het niks is. Ja, dit valt dus wel tegen. Want wat was die prijs er nou voor? Een tientje, hè? Ja, 13. Ja, dat is 14 zelfs. 13,99 ja, inderdaad. Ja, kijk dit. Het is gewoon alsof er een vies kolonnetje in zit. Nee, valt toch tegen, jongens. Boiling waters. Daarom is het maar goed dat wij die video voor jullie maken. Want dan hoeven jullie het niet te kopen. Wij hebben ons geld eraan verspild. 1 euro het assortimentpakketje. Doet me een beetje denken aan de Big Bazaar. Maar ze hebben die ook bij de HEMA gehad. Vorig jaar toch? Ja, daar kreeg je een rookworst bij. Ja, er zitten een paar doppies. Waar niks bij zit, kijk. Combi jacks. Beste pack. Ja. Even kijken. Ja, eerst even een grondbloemetje, jongens. Die vorige clip gereed. Ze zijn wel goed hoor. Ja. Oprecht. Ja, wel te doen. Ze zijn zo goed. Die staat op mijn verlanglijstje met Oud en Nieuw. Nu al spijt dat we geen Bengaal voor je hebben meegenomen, want die rook had lekker blijven hangen hier. Toch? Ja. Hoppa. Hoppa. Die aansteker is nog geen enkele keer geweest. Maar ik zeg jou, die dingen zijn beste, man. Deze. Ja, zeker. Deze. Ja. Niet te groot. Niet te en klein. Deze. Zo. Als je, ja. Ja, deze is echt hard, man. Laat mij eens één keer met deze. Stook even wat achter elkaar dan. Gewoon boom. Ja, met korte lontjes moet je wel oppassen, man. Voordat je klauwen naar aan gaan. Wat? Schoot weg, man. Die doet ook lang. Weet je welke ik mis? Die Stromboli's van een paar jaar geleden. Nou, als je het aan mij vraagt, het is niet erg de moeite waard. We hebben niet iets nieuws gezien waarvan we dachten, hé, dat heb je bij andere winkels niet. Behalve dan een nieuw mooi verpakkingje. Als jullie nog een tip hebben waar we naartoe moeten voor Kat 1 vuurwerk, laat het in deze reactie achter, jongens. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En er komen nog veel meer Polen-video's aan. Mocht je de vlog van vorige week nog niet gezien hebben, doe dat zeker even.